SNF Magazine moet je zien. Het Staatsziekenfonds is er voor ons. Vrijdag 25 juli 2014, dit is SZF Magazine, het programma van de afdeling PR-voorlichting van de Stichting Staatsziekenfonds. Goedendag, ik hoop dat u het goed maakt. Ik had beloofd terug te komen op de informatiebijeenkomst van het SZF die de vorige week, 16 juli, is gehouden. Ik had gezegd dat het SZF-uittreksel is aangepast en vandaag wil ik daar aandacht aan besteden. Het is een speciaal uittreksel voor verplicht verzekerden, onder andere ambtenaren. En hoe ziet het eruit? Het is geen gewoon uittreksel. Maar een aantal jaren terug, zeker langer dan 25 jaar, is dit uittreksel speciaal ontworpen voor het concubinaat. Het huwelijk is de erkende instelling, maar omdat het concubinaat steeds meer ingang vond in de samenleving, kwam het SZF op het idee om de mensen een beetje tegemoet te komen. En het wordt gebruikt bij concubine of concubaan, pleegkinderen, studerende kinderen van 21 jaar tot en met 26 jaar. En in de loop der jaren is het steeds aangepast, want meestal komen zaken naar boven wanneer het in de praktijk gebruikt wordt. En dan merk je, oh, daar hadden we niet aan gedacht. Of dat hebben we over het hoofd gezien. Weet u, ik heb de vorige week ook verteld dat SZF-functionarissen een vruchtbare bijeenkomst hebben gehad met de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, meester John Sahari. Hij was samen met functionarissen van de verschillende kantoren van het CBB, de verantwoordelijken. En het CBB is nou eenmaal een van de instanties die betrokken zijn bij het proces van inschrijving bij het SZF. Er moeten documenten van het CBB worden overgelegd bij het SZF voor bepaalde zaken. En bij de ontmoeting op CBB is het SZF-uittreksel diepgaand besproken, zijn van beide kanten aanpassingen gepleegd. En het is in deze ook van belang dat alle medewerkers op één lijn zitten, de medewerkers van de burgerlijke stand, met die van het SZF. En dat zaken eenduidig worden geïnterpreteerd. Het SZF beoordeelt de SZF-uittreksel, dat moet duidelijk zijn. De mensen voeren hun werk, doen hun werk en wij kijken wat er staat. En aan de hand daarvan wordt bepaald of iemand de kaart krijgt of niet. Het uittreksel is ook behandeld op de bijeenkomst met de PZ-functionarissen, ook vorige week, zodat ook zij die info hebben. Het allerbelangrijkste om te onthouden is dat de definitie voor een concubine of een concubaan is, dat het gaat om een ongehuwde vrouw of een ongehuwde man met wie de ongehuwde mannelijke of vrouwelijke hoofdverzekerde reeds minimaal 2 jaar, 24 maanden kun je zeggen, onafgebroken samenwoont. En dat moet blijken uit een verklaring van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Dus uit dit SZF-uittreksel. Waarom hameren we zo op ongehuwd? In het verleden hebben we de raarste dingen meegemaakt. U bent geen vreemde in Jeruzalem. We hebben gevallen gehad waar bijvoorbeeld, niet wij alleen, maar in de gemeenschap is het zo. Je hebt een man, kan ook een vrouw zijn hoor. Officieel is hij nog niet gescheiden, maar de relatie gaat niet. En hij gaat weg en woont samen met iemand die niet gehuwd is. Dan is er geen sprake van concubinaat, want een van de partners is nog steeds gehuwd. We moeten ons aan regels houden. Stel bijvoorbeeld iemand is
wel gescheiden, de rechter heeft de uitspraak gedaan, maar u weet, dan moet het worden ingeschreven. De echtscheiding wordt ingeschreven bij de burgerlijke stand. En het gebeurt niet, dan is het na een bepaalde tijd weer actief. Dus er zijn zoveel dingen waarmee rekening moet worden gehouden. En nogmaals, bij een concubinaat is er alleen sprake van een ongehuwde man en een ongehuwde vrouw. Niet anders. Ik had het net al erover. Dit is dus het SZF-uittreksel, het nieuwe SZF-uittreksel. En hier ziet u dan burgerlijke staat, ongehuwd, gescheiden, weduwe of weduwnaar. En gegevens van de aanvrager, gegevens van de inwoner, de niet-verwant, inwoner, de pleegkinderen of kinderen tot en met de leeftijd van 26 jaar. En er is ook een heleboel uitgelegd. Er zijn sterretjes en er wordt aangegeven wat daaronder wordt verstaan. En we hopen dat het nu wat vlotter zal gaan met betrekking tot het SZF-uittreksel. Ik moet toch een algemene opmerking maken op dit stuk, of beter gezegd, een verzoek doen aan u. We vragen u, als u een uittreksel of een ander document heeft gehaald bij een van de kantoren van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, wilt u dit alstublieft goed doornemen? Waar er gewerkt wordt, kunnen er fouten worden gemaakt. We zijn mensen, maar u weet het. We blijven het steeds zeggen. U hebt, ja, of wij hebben allemaal, een eigen verantwoordelijkheid om te controleren. Voordat we het kantoor, of de poli, of de bank, of in dit geval het CBB-kantoor verlaten. Het kan zijn dat bepaalde velden niet ingevuld zijn. Of dat de ambtenaar in de drukte over het hoofd heeft gezien het formulier te tekenen of af te stempelen. Dan moet u onnodig terug. Kost u busgeld, uw tijd gaat erin zitten. Want als het niet volledig is, wordt het niet geaccepteerd. En zo is het met meerdere documenten. Niet alleen met betrekking tot het SZF, maar ook elders. Wilt u er alsjeblieft op letten en dingen controleren voordat u weggaat. Ook kwitanties en andere documenten. Dat was dus met betrekking tot het SZF-uittreksel. Er zijn natuurlijk andere documenten. Ik noem geboorteakte, overlijdensakte, het gewone uittreksel. En natuurlijk dit SZF-uittreksel. En in het verlengde hiervan ga ik over naar schoolgaande kinderen van 21 jaar en ouder. Die hebben ook een SZF-uittreksel nodig. Laat me eerst iets anders aankaarten. De vervaldatum op uw SZF-pasje, de bekende SZF-kaart. Niet voor niemendal staat er een datum. En die moet u in de gaten houden. Want een vervallen kaart op zak kan u aardig wat ongemak bezorgen. En dat hebben we liever niet. Ook wanneer u de SZF-kaarten verlengd heeft en u krijgt, u hebt de oude ingediend en u krijgt nieuwe terug, moet u de kaarten stuk voor stuk controleren op de gegevens. Of de gegevens correct staan op uw SZF-kaart of op de andere kaarten. Wat is het geval? Wanneer er meerdere gezinsleden zijn, zou het kunnen gebeuren dat bij het verlengen van de SZF-kaart of de SZF-kaarten niet iedereen dezelfde vervaldatum heeft. En daar moet u echt op letten. Controleer dan ook de SZF-kaarten voordat u ons kantoor verlaat. Stopt u ze niet gelijk in uw tas. Als iets onduidelijk is, kunt u het meteen vragen, of als het een beetje druk is, gaan ze u sturen naar een ander loket of naar de afdeling PR voorlichting. Maar vraag, actie passie, annulas passie. Nou, hoe zit het met medeverzekerde kinderen?
Dat kunnen zijn wettige, gewettigde, erkende kinderen, stiefkinderen. Dat zijn kinderen die in het huwelijk worden meegebracht door de wederpartij. Natuurlijke kinderen van ongehuwde, vrouwelijke, hoofdverzekerde of pleegkinderen. Nou, die kinderen krijgen onder normale omstandigheden een SZF-kaart die 1 dag voor hun 21ste jaar vervalt. Dus let erop, vooral personen die kinderen hebben in de leeftijdsklasse 19, 20 jaar. En let vooral op de aanduiding kind op de SZF-kaart. Nou, indien zo'n kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en aan een instelling onderwijs geniet, volledig onderwijs, en die instelling is erkend door het MINOV, het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, dan kan zo'n kind tot en met het 26e jaar mee verzekerd blijven. U moet wel het schriftelijk bewijs leveren, een verklaring, we noemen het schoolverklaring, door de administratie van die school waar het kind zit afgegeven. En daarnaast moet ook het SZF-uittreksel dat we net hebben behandeld worden ingediend op de afdeling verzekerde registratie. Het gaat om twee zaken, SZF-uittreksel en schoolverklaring. Onder normale omstandigheden is de vervaldatum 31 oktober. Dus als het kind al een kaart heeft gehad en het is intussen 22 geworden, dan krijgt hij een datum tot 31 oktober. Het gaat om VOJ, VOS, HBO of universiteitsstudenten. Let op de vervaldatum van je kaart, studenten, leerlingen, scholieren, ouders. We verwachten dat een kind van 21 jaar eigen verantwoordelijkheid draagt. Dus vragen we u om dit ook met uw kind te bespreken. Dat zij ook letten op hun zaak. Het is hun belang. We moeten niet steeds alles voor onze kinderen doen, anders leren ze geen zelfstandigheid. Dit zeg ik omdat we echt een heleboel meemaken bij het SZF. We zouden echt een theaterstuk kunnen maken, maar goed, dat terzijde. Vooral bij de vrijwillige verzekering, vooral moeders die bijvoorbeeld voor hun zoon van 40 jaar een verzekering willen sluiten. En als ze zeggen nee, ja, maar ik ga het betalen. Dat is prima, niets tegen. Maar hij moet zelf aanvragen, zelf komen om de stukken in te dienen. Maar goed, terug naar de schoolgaande medeverzekerde kinderen van 26 jaar, 21 tot en met 26 jaar. Hou dat alsjeblieft in de gaten, je vervaldatum. En welke stukken hebben ze nodig wanneer ze naar school gaan? En ze worden verder verzekerd. Indien inwonend bij een familielid, dan is er nodig een schoolverklaring en twee kleine uittreksels. Die gewone uittreksels dus van de student en één van het familielid waar de student woont. Waaruit blijkt dat hij met dat familielid woont. En verhuizing via CBB is in dit geval verplicht. Verblijft een student in een internaat, dan zijn nodig een schoolverklaring en een verklaring van de leiding van het internaat. Dan is dat SZF-uittreksel niet nodig. Belangrijk ook is dat ik aangeef dat er voorwaarden zijn. Je moet naar school gaan inderdaad, in huis wonen. In sommige gevallen in een internaat. Maar voor alle kinderen die medeverzekerden zijn, geldt dat ze tot de leeftijd van 21 jaar kunnen participeren in het SZF, dat zei ik al. Maar ze moeten deel uitmaken, willen ze gebruik maken van de faciliteit, van verder naar school gaan en verzekerd blijven. Dan moeten ze deel uitmaken van het gezin van de hoofdverzekerde, geen bezoldigde dienstbetrekking hebben, niet gehuwd zijn of niet gehuwd geweest zijn, niet in concubinaat leven, zelf geen kinderen hebben gehad of zelf geen kinderen hebben.
Nogmaals, let op de aanduiding kind op de SZF-kaart. Ik benadruk dat zwangere kinderen zich zo spoedig mogelijk bij ons moeten melden met de hoofdverzekerde. De regels zijn iets wat aangepast als u de media hebt gevolgd na de informatiebijeenkomst met de PZ-afdelingen. Dan hebt u het een en ander gehoord, maar de plicht blijft om zodra het kind zwanger is meteen contact te maken met het SZF, met de afdeling verzekerde registratie. Ik moet gelijk iets erbij zeggen over een bepaalde groep kinderen. En dat zijn de wezen. Bij wezen stopt de verzekering bij het 21ste jaar. In geval we hebben een hoofdverzekerde met kinderen, waarbij de hoofdverzekerde komt te overlijden. Of in geval we een hoofdverzekerde hebben met echtgenoten en kinderen. Als in dat geval de hoofdverzekerde overlijdt, dan wordt de echtgenote de afgeleide hoofdverzekerde. Die is de weduwe of weduwnaar, kan ook. Ook dan vervalt jammer genoeg de verzekering van het kind of de kinderen wanneer ze 21 jaar wordt of worden. En in deze is contact met het pensioenfonds heel belangrijk, want er moet dan een wezen of weduwe pensioenbeschikking worden gehaald. In dit geval, of in deze gevallen van wezen, dan kan een vrijwillige verzekering worden aangevraagd. We noemen zo'n kind een drop-out. Bij een correcte statuswijziging, dus binnen 30 dagen na de vervaaldatum van de SZF-kaart, dan betaalt zo'n kind geen entreepremie. Entreepremie is gelijk aan 3 keer de maandpremie, maar als de kaart nog geldig is binnen 30 dagen, na de vervaaldatum, dan is er gewoon een overschakeling van verplicht verzekerde naar vrijwillig verzekerde. Het blijft ook in dit geval of in deze gevallen noodzakelijk om alle wijzigingen tijdig door te geven aan het SZF. Nou, veel informatie. Het is misschien een beetje veel om alles op te nemen. Zijn er nog vragen? Zijn er onduidelijkheden? Wilt u meer informatie? Wees u vrij om tijdens werkdagen, maandag tot en met vrijdag, contact te maken met het eerste aanspreekpunt van het SZF. En dat is de afdeling PR voorlichting op het telefoonnummer 477-101, toestel 226-281-283. 407-409-414 of in het uiterste geval 230. Dan hoeft u niet te wachten op assistentie van de telefonisten. Ik had de vorige week beloofd iets meer te vertellen over orthopedagogen, althans de tegemoetkoming. Behalve psychologen hebben we nu ook orthopedagogen erbij. Ik heb de vorige week verteld wie zo iemand is. Nou, per 12 maanden komt de verzekerde in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten tot een bepaald bedrag. En deze bedragen gelden vanaf het vorig jaar 15 juli 2013. En de tegemoetkoming is als volgt: psychologie en orthopedagogiek. Dus en of eigenlijk. Psychologie hadden we al, nu komt orthopedagogiek erbij, maar het is of-of. Maximaal 5 behandelingen of psychologie of pedagogiek of een combinatie daarvan. En per behandeling krijgt u 50 SRD terug per 12 maanden. Dat is het op dit moment vooralsnog het maximale aantal consulten. En dat is 5 gecombineerd of apart. Dat geldt dus alleen voor psychologie en als u naar een orthopedagoog wilt gaan. Wilt u niet vergeten dat u een verwijsbrief van de huisarts moet overleggen?
als u voor restitutie komt, evenals bij logopedie, diëtetiek en huidtherapie. Bij fysio- en ergotherapie hoeft dat niet. Aan alle verzekerden, maandag is de Nationale Vrije Dag. U kunt dinsdag dus weer terecht op ons kantoor om al uw SZF-zaken te doen. Vrijwillig verzekerden kunnen dinsdag en woensdag van 7:30 tot 17:00 hun premie betalen bij de kassa op het hoofdkantoor. En bij de betaalposten is het tot 3:00. Vergeet u de premiekortingen niet bij vooruitbetaling van de premie voor minimaal 6 maanden of langer, dan ontvangt u een korting van 5%. En studenten in de leeftijdscategorie 17 tot en met 26 jaar, die betalen 55 SAD per maand. Dat is de studentenpremie. Leest u wel op onze website de voorwaarden, want er zijn voorwaarden aan verbonden. Dan gaan we naar de PAHO-kalender. Woensdag, volgende week woensdag 30 juli, is het de Internationale Dag van de Vriendschap. Deze dag is ingesteld door de Verenigde Naties. En met deze dag wil de VN de rol van vriendschap in verschillende culturen promoten. Ongeacht wie je bent, welke achtergrond, geloof je hebt. Er is zoveel wantrouwen. En er zijn zoveel misverstanden die zorgen voor spanningen, voor conflicten. We hebben het meer dan ooit gemerkt de afgelopen dagen, weken. De gevechten in het Midden-Oosten, het zinloze geweld op het vliegtuig van Malaysian Airlines, waar zinloos 298 personen, onze broeders en zusters, het leven lieten. Maar we hoeven niet eens ver te gaan in ons land, waar een man zijn vrouw vermoord en dan zichzelf. Liefde, verdraagzaamheid zijn belangrijk voor onze gezondheid. Laat 30 juli en elke andere dag ons eraan herinneren dat niet macht, onverdraagzaamheid, maar menselijke solidariteit, verdraagzaamheid, liefde, vriendschap essentieel zijn voor vrede en duurzame ontwikkeling en natuurlijk ook voor onze gezondheid. Onze gezondheid hebben we voor een groot deel nog steeds in eigen hand. Dat was dus met betrekking tot 30 juli, de internationale VN-dag voor vriendschap. Het gezondheidskompas van de afdeling voorlichting van het ministerie van Volksgezondheid hebben we jammer genoeg niet ontvangen, dus kan ik u geen kompas bieden. En we gaan dan naar de wachtdienstregelingen. Deze keer 2. Voor zaterdag, het weekend. En voor 28 juli. We beginnen met de wachtdienstregeling voor huisartsen. Voor het weekend, zaterdag 26 juli 6:00 tot maandag 28 juli 6:00. Paramaribo Wanika. Dr. I. Jamaluddin, Kliniek Watermolenstraat 10, telefoon 475-220. Woning, telefoon 455-423. Dr. D. Shang Yongshu, Kliniek RGD Poli Uitvlucht, telefoon 463-560. Woning, telefoon 812-6426. Dr. T. Gauri Singh, Kliniek, RGD Polizanderij, telefoon 325-515, woningtelefoon 680-8240. En Joshua Medical Center aan de Van Roosmalenstraat 31, telefoon 420-279. In Kommerwijnen, Dr. M. Kunsh Bihari, Kliniek en woning Poli Ellen, telefoon 322-353 of 680-4498. Dat is dus voor het weekend. Dan slaan we Nikeri en Saramaka even over.
En we gaan naar de wachtdienstregeling voor maandag 28 juli, Idul Fitr, 6:00 AM tot dinsdag 29 juli, 6:00 AM. In Paramaribo en Wanica, Dr. A. Roep Kliniek, Prins Hendrikstraat 116, Hoek Mahonilaan, telefoon 475-484, woning telefoon 868-7784. Dr. S. Chinayu, Kliniek RGD Poli de Nieuwe Grond, dat is Pad van Wanica, telefoon 581-396. Woning, telefoon 745-6065. En Dr. J. Rassam van Joshua Medical Center is ook in de wachtkliniek van Roosmalenstraat 31, telefoon 420-279. Dan gaan we naar Nikeri. Waarom ik Nikeri en Saramaka heb overgeslagen, omdat die in die districten de wachtdienst hetzelfde is vanaf zaterdag 26 tot en met maandag. In Nikeri, Dr. Ellie Foshu, kliniek en woning Waterloosstraat 19, telefoon 231-433. En Dr. S. Manna, kliniek RGD Poli Groot-Henaarpolder, telefoon 234-172. Woning, telefoon 234-192. In Saramaka van zaterdag 26 tot en met maandag 28 juli, Dr. P. Ramotar in de wachtkliniek Poli Tijgerkreek, telefoon 375-144. Woning, telefoon 878-7977. In Kommerwijnen, op Idul Fitre dag, Dr. H. Suropawiro, kliniek en woning Leliendaal 4, telefoon 322-777. Voor Coronie en Marowijnen verzorgen de RGD-artsen de wachtdienst, de desbetreffende RGD-artsen, van zaterdag tot en met maandag. De spreekuren zijn zaterdag tot en met maandag van 9:00 AM en van 17:00 PM. De wachtdoktoren zijn buiten de spreekuren alleen voor spoedgevallen beschikbaar. SZF-verzekerden dienen hun geldige SZF-kaart en geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De apotheken in de wacht van zaterdag 26 juli tot en met vrijdag 1 augustus, dus ook voor 28 juli Idul Fitr, apotheek Rafeka in de Hermitage Mall, unit 222 aan de Lalaroekweg, telefoon 493-775. Open van 7:00 AM tot 10:00 PM. De RGD-apotheken te Geiersvliet en Ladydorp. Op Geiersvliet is het adres Mongse Radio Straat 2, telefoon 454-917. En op Ladydorp telefoon 0366-125. Die zijn open van 7:00 AM tot 11:00 PM. En apotheek Ossan is aan de Quattaweg 200, telefoon 440-420, 440-363 of 442-535, open van 7:00 AM tot 12:00 PM. Ook op zon- en feestdagen. De volledige wachtdienstregeling kunt u nog altijd vernemen via ons servicenummer 148. En via dagbladen, radio, televisie, onze website, Facebook en via de applicaties Surifiets en What to Wear To. Dat is voor BlackBerry en Android toestelhouders. Dit alles is een public service van het Staatsziekenfonds. SZF Magazine wordt uitgezonden via de STVS vrijdagavond na het journaal van 19:30. De herhaling is zondagmorgen om 22:30, Rasonic TV vrijdagavond om 18:30 en via Garuda TV is het op zaterdag om 19:00 PM. Dat was het weer voor deze aflevering van SZF Magazine. Veel informatie. Als er nog vragen zijn,
wees u vrij om ons te bellen, om meer te weten te komen, vragen te stellen, informatie, onduidelijkheden op te heffen. Voor velen van ons ligt een lang weekend in het verschiet. Zoals ik eerder zei, is maandag een nationale vrije dag. De vaste periode van onze moslimbroeders en zusters is straks voorbij, ten einde. En maandag 28 juli wordt Bodo gevierd, zoals men het ook noemt. Mag ik u namens het stichtingsbestuur, directie en personeel van het SZF een gezegende dag toewensen. Een dag in verdraagzaamheid, in liefde, in vriendschap. Eid Mubarak. En tot de volgende week. Goedendag. SZF Magazine, heb je gezien? Het staatsziekenfonds is er voor ons.